Nou, we moeten helaas zichtbaar zijn voor de machinist, dus... Nou, even weer handjes op. Ik zie er maar twee tussen. Waar is het? Met Jan. Welkom, heel leuk om hier te zijn. Ik ben Bram Mannetje, projectmanager of programmamanager programma toegankelijkheid, waarbij we alle stations toegankelijk maken. En dit hier naast mij is, nou stel jezelf maar voor. Ja, ik ben Joost Haarsam, projectleider bij het programma toegankelijkheid van NS. Ja. En voor het eerst hebben we een station samen toegankelijk gemaakt, waarbij wij als ProRail de lift hebben gebouwd, samen met K. Dekker die hier uitgebreid aanwezig is. En NS de reisassistentie meteen aanbiedt. Dus wij noemen dit al in de wandelgang een bloemendaaltje. Gewoon samenwerken, zodat het in één keer voor de reiziger bruikbaar is. En dat willen we vaker gaan doen. Maar even kijken wie is. Dat vind ik altijd een leuke. Wie heeft er gebouwd aan dit project? Wie rekent zich tot een bouwer? Wie rekent zich tot de spoor, tot misschien ook bouwer, maar ProRail en NS, wie zijn de ProRail en NS? Het lijkt een beetje beeld van wie hier is. En de gebruikers, de rolstoelers, de reizigers, de bewoners hier. Nee, die hebben we niet. Jawel, gelukkig. Mooi zo. En we hebben ook twee speciale gasten van de revalidatiesector, de mensen die trainen, die heb ik ook uitgenodigd. Die staan daar lekker warm, droog en warm. Ja, dus dat is een beetje het gezelschap. Ik wil snel, wil Joost nog even de gelegenheid om iets te zeggen over... Nou, volgens mij hoef ik niet zoveel aan te vullen op hetgeen wat jij al gezegd hebt. Ik vind het vooral zelf heel erg leuk dat we er een bloemendaaltje van hebben kunnen maken. Dat gaat gewoon over samenwerking, allemaal vanuit het gezamenlijk belang dat je zegt, hè, dat mensen met een rolstoel zo snel mogelijk gewoon op pad kunnen. En daar is dit een mooi voorbeeld van. En als laatste wil ik nog wel zeggen, wil ik de mensen van Transvision nog bedanken voor hun aanwezigheid. En dat is ook zeker een belangrijke partij die uiteindelijk hier op het station als Bloemendaal zorgen dat er ook assistentie in deze plaats gaat. Nu wou ik eigenlijk gewoon het woord geven aan de wethouder. Ik ben eigenlijk net terug uit Zuid-Afrika en dan noemen ze dit een hijsbakkie. En dat vond ik wel een hele mooie, maar ik begrijp nu dat het een bloemendaaltje is. Dus laten we die er vooral inhouden, want ik begrijp dat een bloemendaaltje dus het kenmerk is van goed samenwerken. Nou, dat willen we graag doen hier. De gemeente vindt het ontzettend belangrijk, Bloemendaal, als iedereen overal in kan en vooral uit kan ook. Hè? Want je hebt de toegankelijkheid, maar ik begreep ook in mijn vorige leven de uitgankelijkheid. En op die manier kun je dus ook allemaal meedoen aan de samenleving. En ik droom persoonlijk van een samenleving die heel inclusief is.
En dat doe ik ook vanuit een andere achtergrond als consul van Zweden, waar het eigenlijk heel normaal is dat als je iets bouwt of als je ondernemer bent, ja, al zou je maar één keer in het jaar iemand krijgen met een rolstoel, je zult altijd een lift moeten maken in je woning of in je zaak. En dat is natuurlijk eigenlijk waar we in Nederland naartoe zouden moeten gaan. Dat je daar niet eens meer over hoeft te steggelen. Maar dat het gewoon gaat gebeuren. Wij danken eigenlijk deze hele organisatie toch ook aan de mensen van onze werkgroep toegankelijkheid. En ik denk dat met name de heer Dedel daar een hele belangrijke rol in heeft gespeeld. U staat hier letterlijk in het centrum nu van ons. Dus heel veel dank, maar ook alle andere vrijwilligers die elke keer weer de gemeente vrijwillig adviseren bij alle problemen met de toegankelijkheid. Dat hebben we ook echt hard nodig, want ja, als je natuurlijk gewoon lekker loopt, dan heb je veel minder door waar de problemen liggen dan wanneer je op de een of andere manier dus een beperking hebt waarvan je zegt, ja, waar kom ik nu weer tegenaan te lopen? Nou ja, waaronder destijds het station van Bloemendaal. In 2013 is het besluit genomen om de liften te plaatsen en veel dank aan mijn voorganger Annemiek Schip, die is hier ook aanwezig als ex-wethouder. En die heeft destijds enorm haar best gedaan om te zorgen dat dit kon worden gerealiseerd. En dat was ook hard nodig, want de provincie trok de stekker uit de busdienst. Dus ja, we waren echt helemaal aangewezen hier in Bloemendaal op de trein. Nou, samen met de buurtbus en de lift hebben we in ieder geval nu weer een redelijk succes hier als het gaat om mobiliteit voor iedereen om naar Bloemendaal te komen en van Bloemendaal weg te gaan. Maar dat laatste doen we natuurlijk niet graag. Mobiel zijn, het bevordert natuurlijk je zelfredzaamheid enorm. Ik zag het net toen u eruit kwam. Ja, dit is fantastisch dat het nu weer kan. Zelf woon ik overigens niet in Bloemendaal, maar in Driehuis. En daar zie ik nog elke keer van, hé, wat gek. Daar is helemaal niets, behalve een trap. Dus daar is werk aan de winkel, maar daar ga ik nu niet meer over. Ik wil in ieder geval iedereen heel hartelijk bedanken voor de totstandkoming hiervan. ProRail, de bouwers, nou Annemiek heb ik natuurlijk al genoemd. En vooral ook de mensen die ons hierin adviseren. En nou, ik hoop dat dit een goed voorbeeld gaat volgen in andere delen van Nederland. Misschien wel te beginnen bij de buren in Driehuis. Maar dat ga ik niet beloven, want ik ga er niet over. Een prettige middag allemaal. Mijn naam is M.E. Metselaar. En ik ben net voor het eerst in 10 jaar, dus ik ben nu 10 jaar in de rolstoel, voor het eerst in 10 jaar weer überhaupt op een station geweest. En voor het eerst in 10 jaar weer een keer met de trein gereisd. Dat is hartstikke goed en een goed keerpunt. En ik hoop dat dat betekent dat ik nog vaker met de trein zou kunnen gaan. Ik vind het hier super geregeld. Het is natuurlijk fijn dat het toegankelijk is. Maar wat mij betreft zou het eigenlijk wel zo moeten zijn dat ieder station in Nederland toegankelijk is. En ook iedere trein toegankelijk is in die zin dat je er zelfstandig in kunt komen. En ik begrijp dat dat niet morgen geregeld is. Maar het lijkt mij een mooi streven om dat zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen. Want uiteindelijk wil je allemaal met de trein kunnen reizen op het moment dat het jou uitkomt. Zonder dat je van tevoren assistentie moet aanvragen en moet kijken welk station kan ik wel en niet komen. Maar is dat dan de grootste wijziging ook voor jou dat je nu gewoon zonder voorbereidingen op pad komt? Als ik niet van tevoren contact zou hoeven opnemen met NS en assistentie zou hoeven aanvragen, zou ik sneller de trein pakken, zeker weten. Want ik ga nu regelmatig naar Amsterdam, naar Haarlem, daar is het niet altijd makkelijk parkeren. Je hebt misschien wel een keer een etentje, een borreltje, je wil dus wat drinken en je gaat veel liever met de trein dan dat je met de auto zou gaan. En nu voel ik me toch altijd genoodzaakt om met de auto te gaan en zou ik op een moment veel eerder de trein pakken. En helemaal, ik werk nu niet meer in Amsterdam. Maar als je in Amsterdam of in een stad waarbij je makkelijk met de openbaar vervoer kunt komen, de trein kunt pakken, denk ik dat je dat sneller doet dan in de file gaan staan met de auto. Dus wat dat betreft, op naar meer toegankelijke stations en toegankelijke trein. Nou, super. Ja, dankjewel. Sorry dat je zo goed zit.